Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag. Ik zie er echt niet uit. We hebben amper geslapen. Maar ik had mezelf vandaag beloofd om weer gezond te gaan eten. Dus ik heb zo'n keto cracker meegenomen met die tomatenpuree. En ik ga nog kaas eten en een eitje. Echt een heel zichtig ontbijt. En hij legt me uit, want zijn ontbijt ziet er zo uit. Echt een lul, jongen. Gisternacht toen ik vroeg had afgesloten, ze hebben daarna nog lopen wandelen, want wij waren eigenlijk een nachtwinkel, maar die was gesloten. Toen we kwamen dat ding tegen. We kwamen gewoon Gravity tegen met een hakenkruis. En wij zijn niet in Barcelona, wij zijn in Badalona. Het is gewoon echt zo'n heel klein. Ja, wat is het eigenlijk? Een stadje? Ja, weet je. Ik weet echt niet. Het is gewoon zo'n heel klein gebied, zeg maar. En toen kwamen we gewoon een hakenkruis tegen. Toen dacht ik, nou, ik wil weer naar mijn hotel, hoor. Je bent niet welkom. Nee. Nou, ik ga even eten. Zelfs een paar uur verder. Ik heb even een campagne geshoot en opgestuurd. Dus dat heb ik even afgerond. En nu kunnen we eindelijk weg. Kijk wat Nessim gisteren heeft gehaald bij de Bershka. Social media worker. Je hebt een broek. Wat is dit nou weer? Waar heb je zo'n rare ding aan je broek hangen? Wat is dat? Erbij. Zie je? Ben je echt serieus? Kijk. Oh, Dragon Ball Z. Bitches. Leuk hoor, Nes. Ik wil jullie even mijn outfit laten zien. Ik vind hem niet helemaal perfect, want ik wil eigenlijk onder deze blazer een topje aandoen, maar die heb ik helaas niet mee. Maar ik heb mijn nieuwe broek aan van de Bershka, die ik gisteren heb gehaald. En hij is echt zo chill. Ik heb deze sneakers maar even eronder gedaan. Truitje die ik eigenlijk liever niet aan heb hieronder. En een blazer. En deze blazer is volgens mij van de Mango. Maar ik vind het echt een leuke outfit. Alleen ik wil dus een toppie hieronder in plaats van een truitje. Love it. Eerlijk, deze broek is echt gewoon zo tof. Ik vind het echt zo'n leuke broek. We zijn inmiddels eindelijk in de taxi. We wouden net vertrekken, maar toen kreeg ik weer een mail terug dat ik een paar dingen moest aanpassen. Dus dat heb ik even gedaan. En nu zitten we eindelijk in de taxi. Oh ja, ik heb een foto gemaakt van Nessim. Van zijn gele outfit. Hoe mooi is deze foto? Ik kan echt goed foto's maken. Wij gaan nu naar de Sagrada Familia. Heet dat zo? Even kijken. De Sagrada. Ik besef nu pas dat ik en die man een beetje op elkaar lijken met onze outfits. Ja, die man heeft ook geel aan. Maar dat is dus een kerk. En daar gaan we nu eigenlijk naartoe. We hebben niet echt een heel strakke planning. Maar dat moeten we ook even erbij zeggen voor de mensen die denken van, wat doe je allemaal in Barcelona? Wij zijn hier zeg maar wel vaker geweest, alleen niet samen. Dus we hebben eigenlijk alles al gezien. Dus we zijn hier eigenlijk alleen maar om te chillen. Wij zijn dus nu bij de kerk aangekomen. Ik weet niet of we het een beetje kunnen zien. Zo. Het is wel echt super mooi, maar deze kerk is dus pas in 2024 af. Oh, geschiedenisles bij Miriam. Ik had net een beetje lopen googelen. Ga ze staan. Moet ik staan? Ja, ga maar staan voor een beetje. Oh, Nessie gaat een foto van mij maken. Leuk hoor, Nes. We lopen nu een beetje door het parkje heen. Het is echt lekker weer, maar minder zonnig dan gisteren. En we proberen even een plekje te vinden waar we dus een mooie foto kunnen nemen. Ja, hier is dat denk ik, Nes. Waar je een mooie foto kunt nemen voor de kerk. Ik denk dat het hier wel mooi is, Nes. Ja. Niet? We hebben echt mooie foto's gemaakt. Hier zit echt vooral veel Chinezen. Hey, kijk, hier is het niet eens druk. Hier kan je ook gewoon een mooie foto maken. Maar iedereen gaat natuurlijk bij dezelfde kant foto's maken. Maar we hebben echt mooie foto's gescoord. En zo'n Chinees ging ook foto's van ons maken. Maar volgens mij staan we er voor de helft op of zo. Zo ziet het er een beetje van dichtbij uit. Maar je merkt echt gewoon heel erg een kleurverschil tussen deze kant en deze kant. En ik vind de stijl eigenlijk ook best wel anders. Vind je niet, Nes? Ja, dit is nieuwbouw. Ja. Zeg maar bestaand en nieuwbouw, toch? Ja, en ik zie ik daar nou een kerstboom. Waar? Hier. Lijkt er wel op, hè? Ja. Het is wel echt super mooi gedaan, jongens. Het is echt niet normaal, hè? We zijn nu dus aan de andere kant en nu ziet hij er dus zo uit. Je ziet alleen maar het nieuwe gedeelte, zeg maar. Vet mooi, man. Ik ben echt helemaal onder de indruk van hoe mooi het eigenlijk is. Het is gewoon in het echt gewoon net zo mooi als op de foto's. Mooie kerk, hè? Ja, echt. Nu bij de Starbucks en ik heb een koffietje gehaald.
En Nessie heeft hier dus gewoon een verse smoothie gehaald. Ik wist niet of ik kon halen bij de Starbucks. Maar ze hebben hier dus ook echt super lekkere cakes. Met sinaasappel en citroen en zo. Ik had er echt zoveel zin in. Maar ik denk van nee, nee, nee. Weet je wat het is? Omdat ik dus gisteren echt van alles en nog wat heb gegeten waar ik zeg maar niet aan gewend ben. Mensen kijken hier echt om hun boot. Is het een bibliotheek of zo? Niemand praat ook. Maar omdat ik dus gisteren dus een paar dingen heb gehad die ik heel lang niet heb gehad, dan keer ik nu meer naar suiker. Daarom zeg ik altijd van als je op dieet bent, iemand zegt van je moet echt iets proeven. Je moet echt ook al eens een klein stukje niet proeven, want je gaat aan die smaken wennen. Dan wil ik even melden. Je gaat er weer naar smaken. Dat is het niet. Ja, dat is echt zo. Daarom zeg ik van ook al een klein beetje nooit proeven. Waar gaan we naar Tunis? Park Güell. How do you pronounce it? Güell. Park Güell. Daar gaan we nu naartoe. Zoals aangeraden, wie heeft het review gezegd? Je kreeg een DM, hè? Ja. Dat we daar naartoe moeten, dus we gaan er nu naartoe. We zijn dus nu bij het parkje aangekomen, we wouden tickets halen. Maar het is uitverkocht tot 5 uur en het park is geopend tot 5:30. Maar het is nog maar... Het park tot 6 uur is het park tot 11 uur geopend. Maar goed, mag er dus een half uur in, toch? Ja. Dus dan zou je van 5 tot 5:30 gaan, maar het is nu nog maar 2 uur of zo, dus we gaan niet zo lang wachten. En ik weet niet of ik dat de moeite waard vind. Het is wel echt super mooi of zo. We komen later op de dag terug. Ja. Maar dan is het wel donker. Wat zullen we nou doen? Wachten wil of ik, niet? Soms wil ik alleen gewoon knuffelen met jou. Beetje moeilijke beslissing, hè? Ik weet niet zo goed wat we moeten doen nu. 1,5 uur wachten heb ik echt geen zin in. 2,5 uur, wat 1,5 uur? Het is nu 3:30. 4:30, 5:30, 5:00. Oh, 2,5 uur. Ja, dag hoor. Ah, ik ga niet wachten. Waar wil je naartoe? Wil je naar een taxi? Ja, kom. Waar wil je naartoe? Had ik jouw gezicht op de camera? Nee. Toch besloten om niet 2,5 uur lang te wachten. Ik heb er eerlijk gezegd echt geen zin in. We hebben de taxi gepakt en we gaan nu naar La Rambla. Dat is wel een bekend, populaire straatje in het... centrum van Barcelona. Drie op reis met Miriam. Deze tekst is gewoon copy-paste van Google. Dag. Even een tip voor de kijkers thuis. Als je met een taxi bent en je wilt ergens naartoe gaan, ja, doe je eigen Google Maps mee voor. Oké, maar stel je voor, hij rijdt dus verkeerd en hij rijdt om. Wat ga je dan zeggen? Je ziet echt dat hij echt ziek aan het omrijden is. Ja, of hij rijdt rondjes. Ja. Dan moet je er wat van zeggen. Wat ga je zeggen dan? Dan zeg je, hello. Oké, maar wat als hij zegt van, ja, er zijn werkzaamheden en zo, dat weet je toch niet? Ja, je kan het toch zien, werkzaamheden, files en dat soort dingen. Oh, maar hij heeft nog niks gezegd tot nu toe. Nou ja, terwijl je eerste keer van luchthaven naar hotel was je kapot genaaid. Nee, nee, is niet waar, want het was echt ver. Nee, dit is helemaal niet waar. Wel. Ga ik kijken op terug of je nog zo'n 50 euro moet betalen. Ja. We zijn eindelijk gearriveerd. Sorry, overnieuw. Wat dan, wat deed jij? Ik was in mijn balzak aan het En kijk eens waar ik ben. My favorite winkel. Oh, het is hier echt mooi. Oh? Oh? Oh, 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 oh. Jongens, deze spiegels zijn zo tof. Hoe graag wil je dit thuis hebben? Fucking groot. Maar je weet wat het betekent, hè? Hoe groter het is, hoe meer geld ik moet uitgeven. Ja. Dit is een zitplek voor mannen. Hij kan hier gewoon zijn mobiel en zo opladen. Dat is gewoon perfect voor jou. Hier ga jij zitten vandaag. Oh mijn god, jongens, wij zijn bij Urban Outfitters en kijk wat ik hier vind. Ik wil dit. Oh mijn god. Echt? We zijn aan het lopen naar het restaurant. En toen kwam Nessie dus een guy tegen jezelfde hoodie aan had als hem. Ging hij zichzelf gewoon verstoppen. Ik ga helemaal spelen. Weet je hoe ongemakkelijk het is als je maar... iemand tegenkomt die hetzelfde aan heeft als jij? Maar waarom? Word je onzeker ervan? Nee, helemaal niet. Kijk naar mij. Kijk hoe hij het ook heeft gecombineerd. Vandaag heb ik echt goed gecombineerd. Kijk dit alsjeblieft. Kom alsjeblieft kijken. Kijk even. Wacht. Ja. Kijk. Nou, show maar. Verkoop maar. Oké. Kijk naar mijn schoen. Oh! Rood met geel. Yellow yes. Red. Yes. Kijk naar mijn broek. Oh, yellow red. Kijk naar mijn onderbroek. Even inzoomen, even inzoomen, even inzoomen. Kijk naar mijn onderbroek. Yes? Yes. Everything matching. Yes. Yes. That's it. Yes. Vandaag gaat helemaal niks goed. 10 minuten gelopen. Om vervolgens bij een... dichte deur. Ja, restaurant te staan die nou aan het... renoveren. Ja, ze waren bezig met renoveren. Ik zie hier een Arabier staan, hij is aan het verkopen. Misschien was hij hem wel goed. Wat verkoopt hij dan? Ik weet het niet. In ieder geval, wij zitten weer in een taxi en we gaan naar een ander restaurant. Wij zijn bij het restaurant aangekomen. Het ziet er best wel goed uit en Nessie heeft shisha besteld. Ik heb een beetje jouw
Ja, door de licht hier, hè? Oh, banja. Een stukje krijg je gewoon een grote wijnglas voor je water. Maar die thee is echt lekker, hè? We hebben munthee besteld van tevoren. Oh, dit is echt zo lekker. Oh my god. Het eten was vandaag echt gewoon zoveel lekkerder dan gisteren. Terwijl dus het tentje van gisteren, die was eigenlijk ja, zo hoog beoordeeld. Maar ik vond het echt eigenlijk, heel eerlijk gezegd, niet terecht. Dat die hoog beoordeeld was? Ja, want het is wel een leuk sfeertje en zo. Maar het eten was niet echt heel lekker. Dat is gewoon Arabisch, weet je wel. Maar voor de rest was het niet echt bijzonder. En dit vandaag was echt lekker. Hoe heet het tentje eigenlijk, voor als we het vragen? Oh, ik heb ook geen menu. Al-Bawadi. Al-Bawadi of zo, ja. Al-Bawadi. Maar echt een aanrader. Is veel lekkerder dan gisteren. Ik zag de hele tijd naar dit, want ik ben helemaal klaar met mijn haar van vandaag. Ik wil niet zitten. Ik moet echt nodig wassen. Dus ik ga het gewoon lekker vast doen. Ik heb trouwens bij Urban Outfitters een paar dingen gehaald. En ik heb daar dus zo'n topje gevonden die ik eigenlijk onder mijn blazer vandaag aan moest doen. Gewoon zo'n heel simpele, maar die staat echt heel erg mooi. Kijk. Oh, andersom. Cute. En jij? Mijn zoon heeft echt zo'n heel leuke trui gekocht. Ik ga je laten zien, hij was er echt heel blij mee. Dit is Nessie met zijn trui. Dus was je nu voor de bord. En wat? wacht, ik doe het echt. Oké, licht even toe wat voor trui het is, want mijn volgers gaan dit niet snappen. Nou, het is een vintage NBA All-Star sweater uit 1989. Nou, leuk hè? Hoeveel kost deze trui? 50 euro. Wacht even, Hanna. En nog wat. Chai, dus banana. Wie wil de chai? Ahmar, doen nana. Ahmar, we doen nana. Nafs heida? La, dus banana. Banana. Heb je toch bloes in de leeuw? Wil jij zoek? Doen kun je maar. Ja. Verder hebben we bij de Sephora heel veel maskertjes gekocht. Ik ga helemaal stuk. Weet je wat echt grappig was? Dat ik eigenlijk alleen maar dit wou. Ik heb een foundation gehad van Rihanna. En die wou ik echt heel lang. Maar hij bleek best wel droog te zijn. Er zijn heel veel mensen. Maar ik wil hem toch uitproberen. Ja. Die eigenlijk voor de vettige huid heel goed is. Mm. En ik heb een beetje mixed. Dus ik ga hem toch uitproberen. Ik heb nummer 230. Dan weten jullie dat. Ik heb het uitgeprobeerd op mijn nek. En dit, zeg maar dit vlekje hier. Dat was 2... Even kijken, dat was 4. Dit was 2,35. Echt veel donkerder. En dit is gewoon de kleur die ik heb gehaald. Ik heb 3 kleuren uitgeprobeerd. En ik heb dus uiteindelijk 230 gehaald. Ik heb daarnaast zo'n mini parfum gehaald van Narciso voor in mijn tas. Want dat vond ik vorige keer echt heel erg prettig. En zo'n Eurotoilette Schim parfum. Toen wou ik afrekenen. Toen kwam Nessie. En die zei, ik wil graag maskertjes kopen. Dus we hebben van die neusstrips voor hem gekocht. En we hebben haarmaskers voor ons gekocht. Ik heb een coconut sleeping mask gekocht. Met zo'n haarkapje. En Nessie heeft een she hair sleeping mask gekocht. Met amandelen. En hij heeft nog gezichtsmasker uitgekozen. Ik ga helemaal stuk. Nessie wil gezichtsmaskers uitproberen, want zijn moeder zei laatst dat hij ze dus even moet schoonmaken. Ik ga stuk. Nu heeft hij alles gekocht. We hebben heerlijk gegeten. Toen zijn we gaan lopen en is het nou begonnen met regenen in Barcelona. Kijk eens hier. Het is gewoon echt typisch bij ons. Kun je een mooie overal foto maken, denk je? Oh, dat is wel echt mooi, hè? Jij wil hier een foto. Een beetje leeg straat. Ja, is goed. Het is echt een beetje Barcelona, zo'n straatje. Leuk. Zo'n Spaanse straat. Maar in ieder geval, wat ik wou zeggen, overal waar we zijn met vakantie, moet het altijd regenen. Nou, even een foto maken van Nessie, jongens. Oh, iedereen komt opeens hier. Maar ik moet wachten tot ze weg zijn, want anders zie je rood op achtergrond. Blijf staan. Mooie foto's of niet? Ja hoor. Zit er wel tussen. Inmiddels zijn we al een paar uur in de totaalkamer. Dit is Total, het roep achter ons. Wij moeten opruimen. We gaan morgen weer terug naar Nederland. Hij heeft geen zin.
En Nessie heeft een paar uurtjes gewoon geslapen. Hoe lang heb jij geslapen? Sowieso een dikke uur. Ja, ik denk een uurtje of twee. En we hebben geen zin om op te ruimen. We moeten onze koffers inpakken. Maar ik dacht, laten we gewoon lekker nog even iets vreten. Maar we weggaan. Maar weer één dan. En toen ging hij een beetje plat praten. Maar wat ik merk met Nessie, hè, als hij een accent opzet, dat hij opeens een heel andere stem krijgt. Maar waar gaan we één dan? Kijk, hij probeert nu plat te praten. Eten. Maar dan praat hij zo. Eten. Schrikkelijk. Dat is schrikkelijk. Maar dat is praat even plat met mij. Kijk, ik kan helemaal niet plat praten, maar... Plat praten. En wil jij plat praten? Maar waarom is je stem veranderd? Ja, maar waar gaan we één dan? Ja, waar gaan we één? Dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet. Ja, dat weet ik ook niet. Ook. Ook. Almelo. 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 Cola. 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 Maar waar gaan we één dan? Waar gaan we één dan? Waar wil je één dan? Waar heb je zin in dan? Maar waar gaan we één dan? Ik weet het niet. Waar gaan we één dan? Waar gaan we één dan? Ik kan zo sushi op als ik wil. Godverdomme nee. Dat heb ik echt als ik wil hè? Ja, als ik wil niet. Oké, maar wat dan? Geef een andere suggestie. Kunnen wij die... Nee, laat maar. Wat? Ik moet bij die Indiaan, maar ik heb helemaal geen zin in Indisch eten. Nee, maar dat is ook heel heftig met die kokos curry saus. Kan misschien wel een pizza of zo op. Oh, pizza! Weet je wat ik ook wel op kan? Pasta. Shit, moet wel pasta zijn. Allemaal niet keto, 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 keto. Maar welkom begon het nou keto op vakantie? Dat weet ik ook niet. Ik heb helemaal geen zin in op vakantie, man. Morgen weer een dag. Woe! We zouden nog maskertjes doen vandaag. Oh shit. I forgot. Straks. Gaan we samen? Nee. Wij hebben last minute even bepaald dat we naar een Italiaans restaurant gaan. Tenminste, als hij nog geopend is. Nessie gaat nu bellen. We hebben allebei ook gedoucht. Daarom zie ik eruit als een natte... Maar wat is het? Weet ik niet. Wil je zeggen natte wat? Ja, ik wil zeggen natte hond. Ja. Met mijn haar zo. Nou, dat zal druk zijn. Ik ben benieuwd hoe jij Italiaans gaat praten. Oh. Hello, yes. Nou jongens, het is mijn restaurant outfit. Ik had bij YSL had ik een riempje gepast. Het is echt zo'n heel kleine riempje met YSL logo erop. En Nessim die vindt, tenminste hij verplicht mij gewoon om een designer riem te gaan kopen. Omdat hij vindt dat een vrouw een riem moet dragen. Als ze broeken draagt of ja, hoe wat jij dan het brengt, van, ik vind dat een vrouw een riem moet dragen, dat slaat nergens op. Nee, maar dat jij zei het wel zo tegen mij. Van, ik zeg. Ik vind het echt niet kunnen. Dat is je een gewoon... mooie detail. Als ik zeg maar bij jou een broek zie, zeg maar waar je zeg maar die, hoe zeg nou, die knoop ziet van die jeans. Ja. Denk van ja, op die knoopje van die jeans had net zo goed iets, een detail kunnen zitten. Dat gewoon... Maar dat is meer voor mannen dan voor vrouwen. Wie draagt tegenwoordig nog riemen? Maar ja, Nessie zegt dus dat ik een goede riem moet kopen. En dat... Weet je het is? Kijk. Ja. Ik vind een riem is best wel een goede investering. Ik ben geen investering, maar je draagt het wel elke dag. Ik heb mijn eerste designer riem. Nou, ik draag het niet. Ja, omdat je niet hebt. Wanneer je man je gewoon dwingt om dingen te kopen. Kijk waar we zijn beland. Vind je het spannend? Het is links, man. Echt? We zitten echt in een heel schattig Italiaans restaurantje. Echt heel leuk en ik had verwacht. Het lijkt op twee dakloze mensen. Ja, het is wel wat chiquer dan ik had verwacht, maar dat maakt niet uit. Het doet me een beetje denken aan een restaurantje in Rome toen we daar waren. Hadden we echt een heel leuk Italiaans restaurantje ontdekt en het lijkt er echt precies op. Er zijn wel heel veel locals, dat betekent wel. Ja, dat betekent is dat wel het goed smaakt. Ja. Ik heb gegoogeld een beetje aan de gerechten en ze zien er ook echt goed uit. Het ruikt wel lekker. Kijk, en op achtergrond hier draaien ze gewoon een Italiaanse film. Hoe cute is dit? Oh mijn god, het ziet er echt zo goed uit. Dit is ons voorgerecht. En het is een caprice salade en het ruikt zo lekker, niet normaal. Het was echt lekker. Welke cijfer geef je dit? Een 8. Alleen een beetje veel kaas, hè? Dat wordt nog wel 8. Ja, echt lekker. En dit is mijn pasta. En dit is Nessim's pasta. Nessim heeft gewoon pasta met tomaat. En ik heb, ik weet niet hoe mijn heet, maar deze is pittig blijkbaar. En hier serveren ze eigenlijk best wel veel varkens. Dus we hebben voor vegetarische opties gekozen. Dat is zo weinig serveren. Ik heb niet heel veel. Nee, door die salade ook. Ziet er goed uit. En als afsluiter van onze mini-tripje. Lekker tiramisu, man. Ziet er echt goed uit. We zijn inmiddels weer in onze hotelkamer. We hebben echt zo lekker gegeten vandaag. Echt, dat was echt een goede afsluiter voor onze citytrip. En Nessim is nu aan het poepen. Wat is er? Wil je wat zeggen? Ik ga even mijn make-up eraf halen.
En dan ga ik mijn eigen koffer even inpakken snel. En dat is mijn koffer. En dan gaan we rustig aan naar bed. Ik hoop dat jullie onze Barcelona vlogs een beetje leuk vinden. En ik zie jullie morgen weer in Nederland. Als het goed is. Oha, doe normaal. Doei doeg!